Roy Kikkerdooi, vandaag zijn we in Enschede bij Matty Beumy, a.k.a. Tim Beumers. Let's go! Roy Kikkerdooi, deel 13 met Tim Beumers, met maat 13. Anniversary. Juist. Voor de mensen met de grote voeten wereldwijd. Oké, Tim Beumers, we kennen elkaar al een tijdje. We skaten ook allebei. Ja. Bij mij is het met skaten begon ik eigenlijk met skateboard sneakers te sparen eigenlijk. Hoe zat het met jou dan eigenlijk? Ik kocht wel sneakers met skateboarden, maar die gingen gewoon stuk. Spaarde jij ze al met skateboardschoenen? Die spaarde je? Ja, ik had Actions en zo, Etnies, die spaarde ik wel, ja. Ik kreeg 2 keer per jaar van mijn ouders een paar Nike's. Maar meer omdat we naar familiefeestjes gingen, dat ik niet met Vans met gaten of met sneakers met gaten kwam voor skateboarden. Ja, ja. En dan kochten ze bewust een paar Nike's, want dan kon je niet op skateboarden. Omdat alles dus anders... Dat was eigenlijk voor de netheid eigenlijk. Ja, want als je... Kijk, ik wilde toen wel Nike's, maar ik had liever nog meer paar skateboardschoenen. Omdat, ja, dat ken je zelf ook wel. Dat je zegt van, welke etnisch wil je? Ja, die wit suède. Ja. En zeg je, ja, ga je er niet mee skateboarden? Nee joh. En dan 1 dag later helemaal bruin en goor aan de zijkant. Ik heb geskateboard tot 98 of zo. Zoiets. Oké. Okay. En ik denk dat ik rond 99, 2000 schoenen begon te kopen. En toen droeg ik ze nog wel zo vaak dat ze zeg maar stuk gingen. Ja. En pas vanaf 2001 of zo. Ik was een keer bij Excellent thuis, een rapper uit Rotterdam. En die had al zijn Nike's, die bewaarde die gewoon. Die stonden allemaal op een rijtje. Dacht ik van, staan, dat had ik ook wel kunnen doen. Ja. Zomaar maak ik alles stuk. En toen nog iets later was ik bij E-Life thuis een keer. En die had alles nog in de doos. Toen dacht ik van, ik had gewoon allemaal dozen moeten bewaren. Goed punt. En die kwam ook heel blij. Check deze uit 1990 en deze uit 91 en deze uit. En die had alles nieuw. En dacht, fuck, ik wil dat ook maar. Ja. Ik moest wel leren, zeg maar, om te collecten. Een soort van. Hoe doe je? Nou ja, ik moest echt, zeg maar, aan het begin heb je misschien 5, 6, 7, 8 paar. Ja. Maar als het winter is, dan ga je ze allemaal dragen terwijl het slecht weer is. En ik moest wel echt wennen van, oké, misschien is het slim als ik 1 of 2 paar zwarte schoenen koop. Of eentje all leather, of in plaats van 1 volle prijs, 5 in de sale. Zodat ik even een soort van rotatie kan bouwen waarbij ik niet mijn favoriete schoenen in een paar maanden toch stuk heb. Ja, maar toen de tijd, winter, zomer, whatever, ik toch altijd witte sneakers, man. Vond ik altijd mooi. Ja, maar dat is een skateboard ding volgens mij. Ja, misschien wel. Skateboard, altijd witte sneakers, dat is gewoon vet. Ja. Ik heb een tijdje gewerkt bij een soort hypotheekadministratiekantoor, waar we allemaal hypotheekportefeuilles beheerden. Ja. En daar mocht je geen sneakers aan. Ja, maar Tim, dat is toch normaal? Hypotheek. Ja, maar ik had niks met klanten te maken. Alleen met mensen op de werkvloer. Wat boeit jou dat nou wat ik aan heb? Ik moet toch gewoon mijn werk doen? Kijk, als ik nou representatief voor klanten moet zijn, maar ik zit gewoon met jou als collega. Wat is je probleem? Ja. Maar ik droeg dus gewoon structureel wel sneakers. Ja, maar je moest dus iedere keer naar huis? Of? Nee, want ik woonde te ver. Ik zei, ja, ik wil wel wat anders dan naar huis. Was dus een optie geweest, naar huis? Ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd van, luister, als jij wil dat ik net schoenen aandoe, dan wil ik dat jij ze betaalt, want ik draag ze alleen maar hier. Hoezo moet ik mijn geld uitgeven omdat jij vindt dat ik niet functioneer op sneakers? Dat is gewoon bullshit. En eindstand heb ik daar 4 jaar gewerkt. En toen ik wegging, droeg 1/3 van het pand sneakers. Dat is mooi, man. Ja, omdat mensen hadden echt zoiets van, ik bleef ze gewoon aanhouden. Want luister, ik heb een contract met jou getekend. Nergens in dat contract staat wat voor kleren ik aan moet. En kom dan, probeer me te ontslaan daaronder. Ja. Fuck jou, er staat helemaal nergens dat moet. Gaan we samen naar de rechter. Zeg, ja, hij heeft nette schoenen, geen nette schoenen. Ja, en dan? Maar welk jaar was dat? 2000 tot 2004. Kijk, Tim, zitten we bij je beroemde 250 paar max muurtje, toch of niet? Dus dit is een reden voor heel veel discussie tussen jou en mij geweest. Als ik weer een nieuw paar kwam halen, je muur is toch vol? Ja. Ja, maar meestal was die dan vol. Maar ik zie dus wat lege vakjes daar of zo, of niet? Ja, ik ben heel erg, zeg maar, van als ik zeg maar denk van, ik heb te veel gekocht. Vroeger verkocht ik dan een paardje en tegenwoordig ram ik er dan in 1 keer 10 paar uit of zo. Fuck it. Ja. Oké, maar wat ik kan zien, dus je hebt er meer verkocht dan gekocht. Ja, we zitten nu op, ik denk dat dit pak een beetje 207 paar zijn nu, 208. Zolang ik jou ken, had je eigenlijk heel veel Air Max, maar dit is niet het verdoemde Air Max hokje, of niet? 1990 en 1 is, ik begon al met heel veel Air Max 90's. Ja. En op een gegeven moment toen,
altijd als ik auto reed met 90, zat er zo'n vlek op de achterkant van de zool en die kreeg ik er niet af. Daar was ik helemaal scheidziek van. Toen ben ik op MX-1 overgegaan. En toen kreeg je MX-1's op een gegeven moment die gare midsoles een periode. En toen dacht ik van, oké, fuck deze schoenen nu ook. En toen ben ik naar Air Force's overgegaan. Is dat de reden dan ook? Ja, omdat het was gewoon te snel lelijk, man. Ik kan er gewoon niet tegen. Als er een vlek op mijn schoenen zit, dan stoor ik me aan. Ja, maar MX-90 is nu alleen nog tot en met die witte doos. Dus, man. Gewoon als ik gewoon... Kom, man. Deze wou ik al 30 jaar. Al 30 jaar wou ik dit. Ja. Je, heb eindelijk... je ze niet gehaald? Ik heb ze. Ja, ja toch? Ja. Maar dan moet jij hetzelfde hebben gehad van, hè, in mijn maat. Ja. Want ik had ze als ID ongeveer gemaakt. Ja. Dus toen ze uitkwamen, heb ik die gelijk verkocht. Ja. Ja, maar wacht, heb je maar één paardje gekocht van deze? Ja, ja, ja. Hey, fucker. Nee, 30 jaar waren je op één paardje. Ja. En dan zijn ze op en dan kan je ze niet meer halen en dan loop je weer te janken. Liever nog niet uit. Je moet toch ook wel kunnen janken af en toe. Ja. Drie. Oh, die is wel mooi. Oh, dat is wel mooi, man. Met een 053 achterop. Enschede. Zo ook. Oh, leuk. Mooie colorway ook. Maar deze begin ook te krijgen. Die heb ik laten customizen omdat ik geen Supreme Dunks kon krijgen. Waar heb je dit laten maken dan? Zijn, die heb ik gewoon gekocht op Etsy of zo. Weet ik veel, tientje. Wat is dit? Weet ik niet. Is van mij. Ja, is van jou, dan neem ik dan. Ik ga flikker op met die feetjes van je. Ik heb geen idee, maar soms er komen ergens een random spul uit. Jordan 1's, ja, daar. Daar. Wat wil je zien? Ik heb echt geen idee wat erin zit allemaal. Die. Die. Och, keihard. Ah. De mokka's, je hebt ze. Ja. Okay. Gratis. Gratis voor wie? Iemand is vergeten mijn linkje te sturen voor de betaling. Siri? Ja. Ga ik nu nog betalen? Nee. Oh, leuk. Ik heb eigenlijk ook iemand zei, ja, wat zijn je duurste schoenen? Je zegt, weet ik zo. Voor welke wil je het meest betalen? Die. Ja, die vind ik wel mooi. Oh, die wel? Ja. Die vind ik mooi. Dan probeer ik dan die. Ook leuk. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Ik weet het heet. Seal Black Phantom. Ik denk ook echt dat mensen die kleuren, kleurnamen bedenken bij Nike. Dat ja, is gewoon een baan. Dit is Black Phantom. En zo, yay, Black Phantom. Deze vind ik nog wel tof. Gucci. Gucci. Wel patent, hè? Patent. Ja. Maar ik vond het tof. Zeg maar, het is van die Nigel Sylvester opties. Maar kijk op de achterkant, die lettertjes. Kijk, als je bij elkaar kijkt, en er staat het Tashkent, dat is de geboorteplaats van Gucci. Wat leuk. wat? Ja, je mag 5 modellen uitkiezen waar je de rest van je leven moet lopen, maar je krijgt wel zeg maar gewoon zoveel als je wil van dat model. Welke 5 wordt het? Ja, die 5 wil ik, mag je oplopen, de rest van je leven. Hoe ging die ook weer? Oké, Tim. Hey, boei. Hey Tim, de rest van je leven... Mag maar 5 paar uitzoeken, maar wel krijgen we unlimited die 5 paar. Dan mag, alleen op die 5 mag ik de rest van mijn leven lopen? Ja. En dan krijg ik gewoon 1000 paar per stuk, maakt niet uit, maar alleen die 5? Ja. Welke 5 wordt het dan? Oké. Okay. Dit is een nieuwe. Deze. Concord. Ja. Omdat ze eindelijk in jouw maat hebben gemaakt. Ja, ik denk, ik heb in mijn leven denk ik wel 15 paar infrareds gehad. Dus dan nu, dit is mijn eerste van die. Ik denk dat ik hier de volgende 40 jaar dan wel mee verder kan. Oh, fantastisch. Air Force One Year of the Rabbit. Vanwege, ik vind de outsole geweldig. Ik ben geboren in Year of the Rabbit. Welk jaar is dat? Voor mij was dat 75. Oké. Okay. En nou, gewoon badstof, details. Echt vaak aangehad, maar nog steeds niet echt in de kreukels qua toebox. Materiaal goed. Super mooi schoen. Half transparant zool lijkt het toch? Ja, een soort Milky outsoles. Deze is al 11 jaar oud. Van 2010. Oh, ja, het ziet er nog top uit. Weet je. Ik vind het gewoon echt een hele goede Air Force One. Mijn favoriete rendition versie van een classic Air Max. 1 OG Red. Is van vorig jaar, toch? Nee, dit is een tijdje geleden al. Dit is denk ik... Ik weet het niet. Is 4 jaar geleden of zo? Hij lijkt echt op die eentje die van vorig jaar is uitgekomen. Ook ja, met dat witte strip, toch? Dit is... Ik weet niet, maar jij hebt een sneakerwinkel. Laat me trust. Het is 17, 4 jaar geleden. Nee. Ik kan niet meer zo goed met gewoon die OG Red MX-1. Hetzelfde als met een infrared.
die laatste infrared 90 kocht ik ook. Dan doe ik de doos open, heb ik een nieuwe paar en denk ik, ah ja, infrared. Ja. En dat heb ik zeg maar met de Air Max 1 OG Red. Ik vind het tof, het heeft een onderdeel in de geschiedenis. Maar als ik nu een paar koop, dan doe ik doe je de doos op. Ja, OG Red. Okay. En dan doet het niet zoveel meer. Nee, het was tof, maar je hebt het zo vaak gehad. En ik vond deze variatie... Ja, maar er is een reden dat je ze zo vaak hebt gehad. Omdat omdat ik ze heel tof vond. Ja. Maar ja, je begint weer gewoon de details hierop. Het is van een graffiti guy uit Zuid-Amerika. Ja. Wasafu. Wasafu? Ja, volgens mij is dat gewoon, heeft hij ooit in een karate film iemand Wasafu horen zeggen. En dat was toen zijn naam. Wasafu? Ja, Wasafu! deze. Dit is meer omdat mijn opa, die kwam uit Barcelona. Wat, ben jij Spaans? Kort. Dat was niet mijn echte opa, maar woonde bij mijn moeder sinds dat mijn moeder 7 was. Dus voor mij is het mijn echte opa, alleen genetisch niet. Ja. Dus ik ga niet die van, ik ben niet Tata, ik ben kwart Spaans. Dat is niet waar. Maar die zat altijd in de hoek van de woonkamer Barcelona te luisteren met zijn koptelefoontje op. En hoorde je echt keihard door de hele kamer hoe hard het stond. Dat hij altijd te schreeuwen. Dus ik heb een soort van band met, je kon dan zeg maar aan de binnenkant zo'n quote laten. En dat waren dan dingen, dan zat hij gewoon mee te zingen in de hoek. En weet je, dat is voor mij, dat is eigenlijk het enige paar wat ik nog echt boven heb met een soort van sentimentele waarde. Omdat ik dat toen die opties kwamen, dacht ik, ah, vet. Ja, dus, maar ben je ook Barca-fan? Nee, niet per se. Nee, ik ben sowieso niet zo van het voetbal. Ik vind voetbal een heel langzame sport, wat veel te lang duurt om naar te kijken. Langzame sport? Geen 90 minuten tijd om te kijken naar 2 goals. Jesus Christ, hey, weet je hoe lang het duurt? Als er 1 paar zou zijn wat ik maar gewoon altijd mocht dragen, dan zou het deze zijn. Dus deze gaat boven de mokka's? Ik vind dit gewoon goed ontwerp. Je kan het overal bij dragen, ook als je grote voeten hebt. Het ziet er niet echt uit onder je kleding, alsof je een mega grote schoen aan hebt bij de rest van je kleding. Ja. Ik vind het gewoon echt een hele goede schoen, tijdloos, staat voor. Maar dit is een retro, neem ik aan. Ja, dit is de laatste retro. Laatste van dit jaar, laatste, vorig jaar? Vorig jaar, of 2019 of 20, ik denk 19. Ja. Niet zeker. 18 alweer. Nee, 19 uitgekomen. Ja, 19. Ik vind het gewoon echt een hele, hele goede Jordan schoen. Ja. En van alle Jordans zou ik dan deze, als je me de 400 paar van geeft, dan kan ik gewoon een paar jaar verder. 1000 toch? Ja, 1000 is ook cool. Maar als je me de 400 wil sturen, als dat de grens is, is ook cool. Dankjewel Tim, voor je top 5. Graag gedaan. Dit was Woerkikker Door, aflevering 13 met Tim Bummers met Maat 13.